In eerste instantie werken met internationals bij een voetbalclub is geweldig. Want dat zijn altijd ambitieuze gasten die bezig zijn om het maximale uit hun carrière te halen. Het moeilijke maakt het als trainer dat die gasten natuurlijk met de club bezig zijn, maar tegelijkertijd ook voor nationale elftal willen spelen. En je hebt af en toe, zoals ik bijvoorbeeld bij Dynamo Minsk en bij Wisla Krakow, dat er gewoon een man of 15 uitvlogen en je met een heel klein groepje blijft zitten om daar verder mee te trainen. Contact houden met de spelers, als ze bij de nationale elftallen zijn, is dat gewoon minder. En je hebt dan ook te maken met spelers die dan wel successen, dan wel enorme teleurstellingen krijgen. En dat maakt het coachvak zo interessant. Ja, als oud prof, dat weet niemand meer volgens mij, maar gespeeld bij Modderwell, Zwolle, Go Eagles, Excelsior en und so weiter. De tip die ik mezelf zou geven is: profileer je nog meer. Ik was altijd een teamspeler. Ik heb mezelf ook weggecijferd voor heel veel dingen. Maar ik denk dat je altijd moet proberen om het maximale uit jezelf te halen. En ik verwijt mezelf wel eens dat ik daar gemakzuchtig in ben geweest en dat een zesje ook wel eens goed was. Het maximale, iedere dag weer, daar had ik graag op gewezen willen worden. In de huidige tijd, het vak van profcoach wordt zo uitdagend door onder andere de media. Ik denk dat je, als je coach wordt in betaalde voetbal, niet alleen geweldig onderlegd moet zijn op alle facetten die het voetbal te bieden heeft, maar ook de omgang met de media, omdat dat voor een heel groot gedeelte beeldvormend is. Ik kijk naar dit WK als analist en daarvan kijk ik voornamelijk naar het Nederlands elftal. Dat doe ik voor Voetbal International. Om te kijken naar, nou, wat gebeurt er nou, wat is de dynamiek onder Van Gaal, die spelers maximaal weten motiveren vaak. Maar ook, hoe gaat Argentinië het doen, hoe gaat Brazilië het doen, hoe gaat Frankrijk het doen, de grote favorieten voor dit WK. Sportief gezien een zeer interessant WK, maatschappelijk gezien een drama. Voor World Class Voetbal, naast dus ESPN, NOS, Rijnmond Voetbal International, ga ik mijn inzichten delen over het WK, waarbij tactische analyses, maar ook het verhaal in de media, hoe dat te belichten en vooral ook voortgang van elftallen richting de finales. Want uiteindelijk draait het maar om één ding: wereldkampioen worden.